Ja, we hebben tijd over. Ik heb even in de categorie instrumental fillers heb ik eentje meegenomen uit. Dit is 1993. Ja, jongens, jongens. Het is een keer ook vanaf van CD single. Oh, wat wordt het een lange Dajay week. Is dit. You Got Me Up. Is het leuk? Kunnen we even overheen babbelen zo? Was dit voor of na Doop met Doop? Dit is, dit was volgens mij tegelijkertijd met Doop. Dit klinkt heel als Doop met Doop. Ja, toen had je zo'n hele raadje. Doop, 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 doop. Nou, dus, die raadje is eigenlijk nog teruggekomen. Dat is gewoon een sample van oude soulplaten. Ja, dit is gewoon 20 jaar later. Ik heb mijn phone zien en zo. Ja, dat is de voorloper van inderdaad die twee hits. Het samplen van oude meuk. Ja. Leuk hoor. Blijven we gaan doen. Sterker nog, ik doe het nog steeds. Wat je nu hoort is een sample uit 1993. Mijn stem. Al die jaren doe ik het ermee. Ja, jij zet gewoon al 20 jaar hetzelfde uit. En niemand klaagt erover. Niemand hoort het. Nee, hoor, geintje, dat ben ik niet. Hey, over de 90's gesproken, Gerard. Ja. We hebben natuurlijk een programma waarin we normaal gezien een gast uitnodigen. Ja, we hebben vandaag een gast. Nou, we hebben een gast. Oh. Het mocht wat kosten vanavond. We hebben vandaag... Gaan we het al zeggen of niet? Ja, zeker. Zullen we wat zeggen of zullen we even lekker knuffelen? Nou, ik stel voor dat we tijdens het nieuws even gaan knuffelen. Hij is vereerd dat hij hier mag komen, bij jullie. Ik ben vereerd dat hij hier komt en hierover wil praten nog. Ja. Ja, dat is wel te gek. Ik ben fan van hem. Ik ook. Ik heb toen ook al, en dat is nu, dat is niks van duidelijk. Gaan we het al zeggen? Nee, hè? Nee. Zometeen meer. Okay. Wauw. Zo. Hallo. Dit is de Extra Weekend. Backstage Bumper. De Backstage Bumper, dames en heren. Zal ik nog een klein stukje laten? Lekker niks. Oh, gewoon nog een stukje kijken van je... Wil je dat, of niet? Of van die plaat? Nee, niet van die plaat. Van je video. Ja, dan gaan we een stukje nog. Of niet? Ja, ik ben zo benieuwd wat er verder komt. Ik heb al die jaren ook niet meer gezien. Kijk hoor. Veronica CD voor de jingles. Toen moesten we alles zelf nog betalen, dus alle jingles werden gejat. Die snelstartbandjes, mooie, zonder aanloopstrook. En die studio was helemaal niet gebouwd op het programma wat ik stond te maken daar. Dus ik heb elke dag voor de uitzending, ik had het helemaal bedacht. Ik gooi die cassette recorders op twee microfoons schuiven. En dan knal ik ze erachter. En dan ga ik tak, 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 tak. En dat ging allemaal, want ze stonden op een aparte knop. Dus dat kon niet tegelijkertijd. Ongelooflijk. Nou ja, het is best geinig. Het is best geinig, het is hilarisch. Wat goed zeg. Ja, ik ben echt begonnen bij een lokale omroep met Dalet al. Met een computer. Ah, come on. Ja, echt. Ik heb het allemaal niet meegemaakt, joh. Dat ben je niet. Maar aan de andere kant, ik ben, weet je, daar kunnen we dan lullig over doen. Ja, je hebt het allemaal niet meegemaakt. Maar ik ben wel dan de generatie discjockeys die over 10 jaar geen idee heeft... Wie Michael Jackson was, bij wijze van spreken. Nou, 20 jaar dan. Jawel, tuurlijk wel. Ik bedoel, ik was toch ook nog niet geboren toen Elvis stierf? Nee, dat weet ik wel. Weet toch ook wie Elvis? Wie weet het toch ook wie Elvis? Weet wie Elvis? Kijk, dat hok dan ook. Dit was een maar oude slaap. Dit is gewoon, zo ziet een lokale omroep er gewoon uit. Mooi, uiteindelijk. Ja. Maar je kent mij ook gewoon er zo. Het is zo duidelijk ik. De mimiek is 1-op-1 hetzelfde. Dat is zo mooi aan je. Maar dit is zo'n jaren 90 overhemd ook. Die houthakkersdingen. Ik had ook kisten aan daaronder. Ik ken mensen die dragen dit nog steeds hoor. Maar die werken die hier? Ja, bij ICT. Mag ik deze even verlenen? Wie filmt dit? Dat is een oom van mij of zo. Oh, een oom van jou. Ja. Wie heeft dit gefilmd? Plaat 1977. Give 1 minuut over 6. Ja, het is heel veel. Stel nou even! Coördinatie moet je platen draaien die ik niet draai. Zo gaat het. Oké, en die prachtige, die geweldige van Rolls Royce. Komt eraan. Prachtige van Rolls Royce. Die prachtige vrienden, luisteraars, een heel werkelijk goede avond. Ja, maar dat was toch mooi. Dat is sign of the times. Toen zat hij al laag in zijn stem, hè? Op zijn 15e. Ik kom daar nooit meer bij. Ik hoop nog steeds iedere ochtend wakker te worden als Gerard Ekdom, maar dit gaat niet meer gebeuren. Wat fantastisch dit, zeg. Toen had ik nog geen cognac. Nee. Geweldig. Ja, het is ook leuk, want dit is ook weer zo'n middag geweest. Dat ik de hele middag in mijn kast heb geneust. En dan kom je met stapels. En dan had ik vorig jaar ook bij Nightly's Request. En ik denk, oh ja! En dan, boef! En dan wil je er vannacht zit ik dan hier. En dan is het 7 uur. En dan denk ik, fuck, ik had nog 8000 platen willen draaien. Ja, maar dat zijn wel de beste frieknachten. Ja, dat is waar. Ik heb ook een bandje vannacht. Oh. Wie heb je dan? Ja, het is echt. Die doen ook nog even een happy hardcore potpourri. Doen ze ook. Ik heb een filmpje gezien online. Dat ik echt dacht, oh jongens. Even kijken, hoe heet ze ook alweer? Ik heb het hier ergens staan. Handig om te weten. In de bakje dingen. De Band and Breakfast heette ze. Leuk. Die komen Band vanaf langs. Breakfast. Band and Breakfast. Nou, je hebt wel wat goed te maken. Dat weet ik nou al. Want Giel heeft vanavond mijn vrienden van 90's Now te gast.
Oh. Ja, die komen draaien. En ja. 99, wat 99 dat doen ze heel goed. Dat is echt de meest platte 90s draaien. Dat is namelijk zo mooi. Ik ga over 2 weken weer naar zo'n avond toe. Jij vindt dat leuk, hè? Ik hou daar heel erg van. Maar dat is gewoon echt gênant 3 uur meezingen, gok ik vanavond. Dus jij bent dan de man die vanavond ons gaat onderwijzen weer in de jaren 90. Uit de wat de dingen die goed zijn, hoop ik. Ah, ja, er komt een plaat aan nu. Dat is een van mijn favorite 90s ever. Zal ik bij deze dan de biecht doen dat ik nog nooit van die plaat heb gehoord? Hij staat op 60 jaar arbeidsvitamine CD3. Oh, dan moet ik hem wel kennen. Want die heb ik helemaal kapot gehad op Kicks Radio namelijk. Ja, dat weet ik nog. Ja. Toen luisterde ik namelijk naar je en toen zei je, Geur, wat doe je me aan? Ja. Al die platen. Dat klopt, ja. Ik weet het nog. Staat Electronic erop? Electronic, Get the Message. Daar hebben we het over namelijk. Maar misschien ken ik hem wel hoor, dat hoor ik zo meteen. Ik heb ook Disappointed bij me, daar zing Neil Tennant van The Pet Shop Boys in. Waarom draaien we die er niet? Omdat die echt niemand kent. Okay. Maar daar hebben we de Freaknacht voor ingericht. Dus jij gaat vanavond nog een Electronic draaien? Ja, misschien wel. Wat leuk. Verder jongens, zometeen. Sick en Zack. Heeft iemand dat nog gehoord? Ja, Zack en MTV. They love me. Ja, them girls, them girls, they love me. Ray Cokes. Ray Cokes. Maar die heeft ook nog een plaat gemaakt, hè? Simply Sexy. Ray Cokes. Die heb ik op CD single. Ik bewaar ook alles, hè. Maar waarom, wanneer dacht jij, ik ga de single van Ray Cokes kopen? Nou, ik vond hem bij de Dromen Vreesman voor 1,50. Dromen. Oh, ja. Of nee, 50 cent. Ik denk, oh ja. Nou, dat heb ik nog wel meegemaakt. Dat hele singeltjesverhaal. Dat dan op een gegeven moment singeltjes, die werden niet meer verkocht. En die werden in een guldenbak geflikkerd. Ja. Dat waren de leukste bakken. Die singlebakken, dat geloofde ik allemaal wel. Heerlijk. Die uitverkoopbakken. We hadden vroeger de expert Hagoort op de Julianenlaan. En daar zat daar hadden ze al die hele wall met nummer 1 tot en met 40, de onder de tipper aan. En het was altijd heel fijn, want op woensdag kwam dan de nieuwe top 40 lijst, het gedrukte exemplaar. Ja, zeker. Ja. En die haalde ik dan, niet één, maar zo'n stapel. Huh. En dan alles wat uit de top 40 verdween, of uit de tipperaden, ging naar 1,95 toe. Of 1,50. En alles wat ik... dat zag ik dinsdagavond thuis. Dat ik aan te vinken. Oh, dan gaat die eruit. En dan gaat die eruit. En dan rende ik na school naar die winkel. Om alles daar voor weinig te kopen. Lekker grasduinen. Grasduinen. Heerlijk. Ik zie zo meteen ook een plaat die ik nog gekocht heb op single. Mag jij raden welke het is? Het is niet zo heel moeilijk. Aerosmith. Nee. DJ Jurgen. Ja. Ben Rob Alone. Goeie plaat nog steeds. Ja. Leuk dat wij hem als DJ Jurgen in het systeem hebben staan. Want op een gegeven moment werd het nog een LSDJ. Relletje. Ja, LSDJ werd dat toen. Ja. En, heerlijk. Nou, man, er zijn zoveel aliassen. Wat dacht je van die DJ? Was volgens mij ook JD, stiekem, die ik net draaide. Oh. Want Jade, DJ, Robin Albers, Sun Club. Dat zou inderdaad, goed kunnen. Sun Club. Och, man, het is één grote, één smerige. Maar dat was toch een paradijs, jongen. Dat ik die hebben we nog in Weekend DNA aan de telefoon gehad, JD. Robin Albers? Ja. Leuke man, hoor. Hij heeft jaren bij die AVRO gewerkt. Die heeft nog heel veel verdiend aan Plastic Dreams. Vertel nou, volgens mij nog steeds, want er is nu een 2011 remix uit. Weet je hoe rijk hij geworden is van Summer Jam? Ja, ook weer die Sun Club in. Wist je dat Plastic Dreams dat in een niet al te nuchtere bui in een paar uur geschreven is op zijn zolderkamer? Ja, maar zo ontstaan alle hits. Alle hits bestaan in 2 uur op een zolderkamer. Ja. Dat zijn de allerbeste, ja. Zelfs Adele heeft in 10 minuten liedjes geschreven op de zolderkamer. Ja, maar dat hoor je. Nee. Ik kom vanmiddag Rob Stennis dat hele betoog houden. Je was weer gehackt, hè, met je account. Ja, joh, ik had allemaal mensen, mocht u vanmiddag gelezen hebben dat ik Jelmer Gussinklo een lekker ding vind. Ik weet dat ik eruit zie als een vrouw in die videoclip, maar het was niet van mij, het was van Jelmer zelf. Dat is een grapje. Wilt u de videoclip trouwens kijken? 3fm.nl, daar staat die. Slash clip. We gaan weer die antenne op. Ja, Electronic, ik ben benieuwd. Get the message. Snap die boodschap. Extreem hoog. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. 90's Request. Extra Weekend. NTR. 3FM.